Meneer Baudet, de Kamer is blij, de regering is blij. De mensen in Groningen zijn blij, want in 2022 gaat het gas niet meer, dat blijft in de grond, gaat niet meer de grond uit. Dus stabiliteit, bent u ook blij? Nee, ik vind het onverstandig. Een heel onverstandig besluit. Kijk, waarom de Groningers zo ontevreden zijn, dat is ook heel terecht. Omdat hun schade niet vergoed is, of nauwelijks. Dat is een ontzettend laks overheidsbeleid geweest. Echt gefaald heeft men daar. Maar wij moeten die gasbel gewoon blijven oppompen. Want dat is echt cruciaal voor onze welvaart, voor onze energievoorziening. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland niet blij zullen zijn met dit besluit als straks hun gasrekening en energierekening nog verder omhoog gaat. Maar je kunt het op blijven pompen, maar dan krijg je dus huizen die vergaan en grond die instort en mensen die heel erg bang zijn. Nou nee, je moet de mensen die last hebben van aardbevingen, een groot aantal heeft last van een beetje aardbevingen, een heel klein deel heeft last van heel erg. Nou, je moet die mensen gewoon schadeloos stellen enzovoort, anders een nieuw huis geven, dat soort dingen allemaal, hoort allemaal bij. Daar heeft de regering ongelooflijk gefaald. Alleen, wij kunnen als Nederland niet zeggen, we gaan nu geen gas meer oppompen, want we hebben dat gas gewoon nodig. Heel veel miljoenen mensen in Nederland hebben nu al veel te weinig koopkracht. Die hebben al moeite om het hoofd boven water te houden, hun energierekening te betalen. Die kosten gaan alleen maar verder stijgen en er is gewoon geen alternatief. Bovendien, we weten helemaal niet zeker als we nu stoppen met boren of die grond dan weer stabiel wordt. Dus het is ook nog eens een keer een schijnoplossing die men nu aanbiedt. Maar die mensen met al die angsten enzovoort, u zegt eigenlijk wat er onder de grond zit is waardevoller dan wat er op de grond staat. Wel nee, maar je moet mensen gewoon schadeloos stellen. Je moet gewoon heel goed voor die mensen zorgen. Je moet ze compenseren voor hun geleden schade en dat kan ook prima. We kunnen toch ook zonder dat gas? Helaas is dat niet zo. We kunnen niet zomaar ineens een totaal andere energievoorziening vinden. Koop je het in Rusland? Ja, nou dat krijg je dan dus. Hè. Dus dan gaan we het in het buitenland kopen. Of bruinkoolcentrales uit Duitsland. Maar dit is gewoon wat wij onder de grond hebben. Wat ontzettend veel waarde kan toevoegen aan onze samenleving, onze economie en onze manier van leven. Aan ons onderwijsstelsel, zorgstelsel enzovoort. Moeten we gewoon gebruiken, maar wel op een verstandige manier. Dit is economisch onverstandig, zegt u. Het is buitengewoon onverstandig.